Hoi, goedemorgen allemaal. Vandaag dacht ik eraan om eens een trein te gaan tekenen. Je hebt verschillende soorten treinen. Laten we er eens een paar proberen. Doe je mee? Ja, een trein. Hoe ziet een trein er ook alweer uit? Nou, laten we eens beginnen met de klassieke trein. Hebben we eerst natuurlijk de stuurhut. Of hoe noem je dat? Ja, bij een boot noemen we het de stuurhut. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe je dat bij een trein noemt. Dat is een goede vraag hoe dat heet. Want dat weet ik eigenlijk ook niet goed. Hier ook nog een dakje op. Zo. Nee, dit is de deur. Ja, dat is nog best een ingewikkeld iets hoor, zo'n trein. Daar zit hier een grote ketel. Ja, met van die dingen erop. Van die hier zit de fluit dan van de ketel, zo. En een schoorsteen natuurlijk. En daar komt rook uit. Nou. Mooie rook eruit. En dan zit hier allemaal nog wat verschillende dingen op, zo op die ketel. We kunnen hem even laten zien dat hij een beetje rondloopt, zo. Wat lijnen zo erop te zetten. Hier het licht, zo. Voor op zo'n trein zit hier waarschijnlijk ook nog een licht, zo. Ja, dan zitten er ook nog natuurlijk wielen onder. Alleen daar lopen van die stangen heen en weer natuurlijk. Dus laten we die eerst even tekenen zo. Want anders zit dadelijk het wiel in de weg. Zo. Dat schuift heen en weer natuurlijk. En dat drijft ook weer andere wielen aan. Zo. Hier zo een wiel. En dat zijn ouderwetse treinwielen natuurlijk. Zo. Hier nog zo'n wiel. En hier nog een wiel. Zo, dan zit hier ook nog zo'n stootblok. En aan de achterkant ook nog. Zo. Nou, dan hebben we hier ook nog een laddertje. Anders kunnen ze de trein niet inkomen. Nou ja, van allerlei attributen nog op zo'n stoomlocomotief. Als je nou zoiets moet tekenen, dan kan je gewoon een plaatje zoeken om dat na te tekenen, natuurlijk zoiets. En of je verzint er zelf iets. Hè? Je kan hier de cabine, ketel, schoorsteen. En dan kan je het zelf verzinnen natuurlijk. Nou, wat snelheidsstreepjes. Kijk, hij gaat weer rechtsaf. De rechterkant op, dat maakt snelheid. En we moeten natuurlijk ook nog over het spoor rijden. Zo. Onder het spoor hebben we van die bielzen. Simplistisch weggegeven. Nou, ik vind het best een aardige locomotief. Kan natuurlijk ook heel simpel. Laten we ook even een simpele locomotief tekenen. Dan leggen we deze even weg. En je kan het natuurlijk ook heel simpel houden. Gewoon zo. We gaan uit van het vierkant. Het is de deur. Twee raampjes, dakje,
Hier zo heel groot die ketel. Zo, daarop die schoorsteen. Met rook. Fluitje. Een fluitketel. Zo. Licht. En dan de wielen eronder. Hier wat meer wielen van. En dan heb je ook een aardige locomotief. Iedereen weet in ieder geval dat je een locomotief bedoelt. We hebben natuurlijk ook nog andere treinen, hè? Wat modernere treinen. Laten we eens zo'n wat modernere trein bekijken. Ja, misschien ondertussen ook alweer oude trein, maar dat is natuurlijk gewoon een langwerpige locomotief. Misschien nog met een neus. Zo. Die heeft hij aan de andere kant ook. Daar kan twee kanten op rijden. Zo. Nou, daar zit een lamp op aan de voorkant. Of aan de achterkant. Hier heb je dan een raampje. En dat heb je hier ook. Een raampje en een deurtje. Zo. En hier hetzelfde. Nou, dan zitten er in zo'n locomotief hier misschien ook nog wat raampjes. Kleine raampjes. En hier zit wat koeling. Zo'n diesellok, zeg maar. Hier in het dak zitten ook nog wel wat koeldingen zo. Of tenminste, wat zijn het? Misschien wel ventilatoren. Ik weet het niet. Goed. Zo. Ja, en dan hebben we hier dan natuurlijk ook dat stootblok weer, zo. Aan deze kant ook. En misschien hier nog wel een lamp, zo. En dan natuurlijk ook wielen. En dat zijn er hier drie. En hier ook drie. En dan hebben we wat... moderner treinstel. Dan kan je zeggen van, nou, we kunnen hier ook nog bovengeleiders opzetten. Zo, dan nog wat beleiding. En dan ook natuurlijk hier ook weer het spoor eronder. De bielzen. En de bovenleiding. En laten we maar ook snelheid hebben. Hè? Zo. Wat snelheidsstreepjes. En de... Zo, nu komt hij aan hoor, de trein. Ik zou zeggen, succes met het tekenen van treinen. En ik zie jullie morgen in de volgende video.